Goedenavond, we staan hier bij een statie op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Ook dit jaar zijn weer de huisjes die op dit heiligdom staan, wat normaal gesproken kruiswegstaties zijn, omgeturnd tot kerststaties. U kunt bij ons op het heiligdom de hele dag door, maar ook mooi is nog 's avonds als het dus donker is, zoals nu, tot 8 uur kunt u het langs de huisjes lopen. En zo het kerstverhaal op een bijzondere manier tot u laten komen. Het zijn hele mooie afbeeldingen. En bij elk huisje is er ook een QR-code te scannen, waardoor u de tekst voor volwassenen of voor kinderen, het zijn twee aparte teksten, ook kunt beluisteren. Het zijn echt hele mooie teksten om die te beluisteren. Op die manier het hele kerstverhaal te horen. En het, natuurlijk het grote, bijzondere gebeuren dat God mens is geworden, op die manier te overwegen. Maak gebruik van deze kans. Er zijn veel dingen die we niet meer kunnen in deze dagen. Door de nieuwe lockdown die is ingegaan. Maar dit is wel gewoon mogelijk. Het is buiten. U kunt het als gezin of individueel doen. En een hele mooie gelegenheid dus om dit zo voor kerstmis of misschien nog met de kerstdagen. Het loopt nog door zelfs tot 6 januari te doen. Het begint, de eerste statie is bij de Bedevaartkapel, dus de grote kapel. En in de Bedevaartkapel zijn ook nog boekjes. Dus als u liever met een boekje rustig leest, is dat ook mogelijk. Of als u geen smartphone heeft, dan kunt u daar gewoon een boekje pakken. Maak er gebruik van deze gelegenheid in deze dagen om op het mooie heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood deze kerststaties, het pad van Maria en Jozef op weg naar Bethlehem, te bekijken en te beluisteren. En te overwegen. En ik wil u nu alvast een heel zalig kerstmis wensen. En tot ziens. Dus.